Gaat een klein stukje daarheen. Goed zo. Over hier. Oké. Ja, nog één keertje. Dank jullie wel. Heel mooi. Ja, er zit nog een speciaal handje aan ook waar je de sluier aan vast kan houden. En het volgende bruidje staat alweer klaar. Dank jullie wel, dit bruidspaar, heel mooi. Oh, zie je, Dennis is toch gekomen, hè? Dennis, ik zei, dit is toch zo mooi, nou moet je toch wat aan doen? Nou, dat vergeet ik nog even. Voor de volgende keer. De bruid die nu opkomt is Luna Prabe. Freddy is er weer bij dat bruid komt zien. Heel mooi. De jurk die ze draagt is van haar moeder Sandra. En Luna is de kleindochter van Pia Lubke, die hier vrijwilligster is of was, dat weet ik, is, die hier vrijwilligster is. Ze is getrouwd hier in Delft. Ze is in Delft getrouwd en in de Waalse kerk is het huwelijk bezegend. Ja, moeder er ook bij. Dit is de moeder die deze jurk met haar trouwen heeft gedaan. Dit is de oma. Nou, dat zie je toch haast niet. Even kijken. Er wordt ook afgeschoten hier. Wat zullen we nog mooie foto's krijgen? Heel mooi. Dank jullie wel. Leuk. Het is ook net moeder.
90. Alleen de moeder ziet er heel jong uit, vind ik. Maar ik denk dat het wel zo is dat jullie goed met elkaar overweg zijn. En steun aan elkaar hebben, dat zie ik zo al. Zeker weten. Dit is Dieneke, haar eigen jurk waar ze in getrouwd is in 1997. Kijken. Dieneke is getrouwd in Delft. Ja, we hebben de bruidsmoeder Maya erbij geschreven. 27 augustus 1997 is ze getrouwd. Prachtig, hè? Ja, maar weet je, het zijn ook figuurtjes waar je jaloers op wordt, hè? Erg, hè? Nou, ik zou het niet zeggen als ik het zo zie. Het staat heel mooi. Dank jullie wel. En de volgende die gaat komen, dat is Melinda Moor. En als het goed is, is Levi daarbij. Of heeft hij haar achtergelaten? Dit is Melinda Moor. Zij loopt alleen. Nou, ze loopt echt niet alleen, want ze dacht, ik neem gewoon lekker dit kind mee. Kind is net naar de kapper geweest, dat kan je wel zien. Heeft hetzelfde hesje aan als haar eigen jurk is. Bobby. Oh, wat leuk. Nou, haar zoon is nu bij haar en dat is Bobby. Helemaal in de jurk. Het is de zijde open. Het is gemaakt door de buurvrouw. Nou, ik vind dat je wel een hele knappe buurvrouw hebt dat je dat zo kan. Prachtig. Heel mooi. Dankjewel. Dat is eerst wat anders met een pop in plaats van een bruidegom. Die zegt nog niks terug. Dat is altijd makkelijk. En dan krijgen we nu Marianne Zuiderwijk. Marianne Zuiderwijk weer met de bruidegom die vandaag al 80 keer getrouwd is gekomen. Marianne Zuiderwijk draagt haar eigen jurk. Zij is getrouwd in 2000. De jurk is crème ivoire en daaroverheen een bont jasje. Ja, het is een bont kraag eigenlijk, hè? Bont kraag en een bont jasje. Heel mooi is die. 14 februari is ze daarin getrouwd, in 2000, in Wateringen. En het feest heeft ze in Maasland gevierd. Nou, die kent iedereen, hè? De Likkerbaatshoeve. Geweldig, dankjewel. En dan krijgen we nu Sylvia van Heiningen. Sylvia heeft geen oogjes. Ik zou dat wel niet meer. Die zit hier overal op. Heel mooi. Dit is ook haar eigen trouwjurk. Zij is in 2001 getrouwd in deze prachtige jurk. En haar dochter Noah, haar eigen dochter Noah, loopt nu als bruidsmeisje mee. Dat is toch leuk, hè? En dan hebben we nog een bruidsjongen die weer mee loopt. Die vind ik ook leuk. En die is altijd makkelijk om te zetten voor jou. Zo is het. Als. Mooi, hè? Die dames hebben allemaal een mooie kleurtjes. Ja, los. Prachtig.
Dank jullie wel. Mooi, met een mooie witte hoed erbij op. Dat is de eerste hoed die we nou zien, maar ik vind het toch wel wat hebben. Prachtig. Heel mooi. Dat was heel mooi, die foto. Zeker weten. Jullie een beetje stralen, we lachen allebei. Dankjewel. Heel prachtig, hij staat heel mooi.